prunussen hebben gebloeid. De bloemblaadjes vallen op de grond en de voedingsstoffen die in die bloemblaadjes zitten, komen volgend jaar weer terug in de nieuwe bloemblaadjes. Welkom bij de 3.5 Biocast voor de TL over kringlopen. Je gaat weer een aantal dingen leren. Je gaat leren om een voedselketen op te stellen, een voedselkringloop kunnen beschrijven en je gaat leren de kringloop van fotosynthese en verbranding uit te leggen met behulp van atomen en moleculen. Ook moet je de koolstofkringloop en de stikstofkringloop kunnen uitleggen. Heel wat dus. Deze voedselkringloop had je al wel een keer gezien. Zo is die schematisch. Je hebt de producenten die maken stoffen, geven ze door aan de consumenten. Als die doodgaan, komen ze terecht bij de afvaleters. En tenslotte de reducenten die weer mineralen maken, die terechtkomen bij de producenten. Hier zie je een voedselketen. En elke voedselketen begint met een producent, dus met een plant. En de pijlen bij de voedselketen, die staan in de richting dat de energierijke stoffen worden doorgegeven. Zo komen die energierijke stoffen bij het konijn en bij de vos terecht. Maar ja, dan hebben we nog geen kringloop. Hier zie je wel zo'n kringloop. Je hebt de producenten, die worden gegeten door de consument. Die wordt gegeten door de volgende consument. En als die doodgaat, komt zijn afval terecht bij de afvaleters. En dat zijn ook consumenten. En tenslotte komt het afval bij de reducenten, de schimmels en de bacteriën. En die maken daar mineralen van. En die mineralen worden weer opgenomen door de producenten. Maar ja, soms gaan de producenten ook gelijk dood, zonder dat ze gegeten worden. En dan komen ze ook terecht bij de afvaleters. En natuurlijk bij de reducenten uiteindelijk. Datzelfde met konijn. En dat gebeurt ook met de vos. Fotosynthese. Dat gebeurt als er licht is. En dat doen groene planten in hun bladgroenkorrels. Ze nemen koolstofdioxide en water op en met behulp van zonlicht maken ze daar glucose en zuurstof van. Maar planten doen niet alleen een fotosynthese, ze doen ook aan verbranding. Net als de dierlijke cellen, de schimmelcellen en de bacteriecellen. Verbranding. En bij verbranding gebruik je deze organismen glucose en zuurstof. En daarbij komt energie vrij en ontstaan koolstofdioxide en water. Alle dingen om je heen zijn opgebouwd uit moleculen. En die moleculen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit kleine bouwsteentjes, de atomen. Zo heb je koolstofatomen, de C. Je hebt de waterstofatomen, de H. En de zuurstofatomen, de O. En met die atomen is het net als met Lego. Je kunt er van alles van maken. Een brandweerauto of een mooi huis. En datzelfde is met die atomen, die C'tjes, die O'tjes en die H'tjes. Zo kun je met die C'tjes, die O'tjes en H'tjes bijvoorbeeld glucose maken. Dan heb je 6 C'tjes, 6 O'tjes en 12 H'tjes nodig. Je kunt er ook H2O van maken, water, een O'tje en 2 H'tjes. En je kunt er CO2, koolstofdioxide van maken. 1 C'tje en 2 O'tjes. Kijk, zo werkt dat. Wanneer je 6 CO2'tjes hebt en 6 H2O'tjes, dan kan je 1 glucose maken. Dat doe je met fotosynthese, koolstofdioxide en water. En de plant maakt glucose en zuurstof. C6H12O6. En daar komen 6 O2'tjes bij vrij. 6 zuurstofjes. Bij verbranding gebeurt het precies omgekeerd. Glucose en zuurstof. Daar maakt de plant en elk ander organisme koolstofdioxide en water van. Kijk, de 6 C'tjes. Die komen terecht aan de andere kant in de glucose. En zo heb je de volgende kringloop. De kringloop van fotosynthese en verbranding. Hier heb je nog even de verschillende stoffen. Water, koolstofdioxide, glucose en zuurstof. En hier heb je de scheikundige formule.
En let op, de tweetjes, dat zijn, die staan aan de onderkant en niet aan de bovenkant. Wel goed schrijven als je het op een toets gebruikt. Fotosynthese. Kijk naar de C'tjes in CO2 en die komen hier weer terug in glucose. Bij verbranding komen die C'tjes weer terecht in de CO2. Kijk maar eens naar deze kringloop van koolstof. Er is koolstof in de lucht in de vorm van koolstofdioxide. Die koolstof wordt opgenomen in de plant en de plant maakt daar glucose, maar ook die andere voedingsstoffen, eiwitten, vetten, vitamine, allemaal stoffen met een C. Omdat de plant ook aan verbranding doet, komt een gedeelte van die CO2 weer terecht in de lucht en kan zo weer terugkomen in de boom. Maar als de rups van de plant heet, komen de voedingsstoffen met koolstof, dus de eiwitten, vetten, koolhydraten, terecht in de rups. Die doet ook aan verbranding. Maar niet alles wat hij eet komt als CO2 weer in de lucht. De koolmees kan ook voedingsstoffen van de rups binnenkrijgen. Natuurlijk verbrandt die ook, maar een gedeelte blijft in de koolmees zitten. En wanneer die doodgaat, wordt dat afgebroken door de reducenten. Daarbij ontstaat CO2 en die komt weer vrij in de lucht. Een koolstof, de koolstofkringloop dus. We hebben niet alleen koolstof, we hebben ook eiwitten. En eiwitten, hier is een vereenvoudigde afbeelding, daar zit de N in, de stikstof. Als jij die stikstof binnen wil krijgen, krijg je die van planten binnen of van dieren die eiwitten gemaakt hebben. Eiwitten met stikstof. We kijken hier naar de stikstofkringloop. In de bodem zit nitraat, NO3-. En die nitraat kan worden opgenomen door de planten. En die planten maken daar eiwitten van. Plantaardige eiwit waar die N in zit, die stikstof. Wanneer jij een boterham eet, dan krijg je die plantaardige eiwitten binnen en maak je daar dierlijke eiwitten van. Ook als je een koe opeet, dan krijg je de dierlijke eiwit van de koe binnen. En wanneer je doodgaat, dan word je afgebroken en schimmels en bacteriën maken daar nitraat van. En dat nitraat kan weer worden opgenomen door de planten. Natuurlijk is dit een vereenvoudigde afbeelding. Als je daar meer over wil weten, hebben we het daar in de klas wel over wat er aan de hand is met die stikstofkringloop. Want er ook fabrieken, auto's, die zijn ook betrokken bij die stikstofkringloop. Maar hierbij is het einde gekomen van de 3.5 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.